Welkom bij jouw dagelijkse leeswerkveer die luchttekens. Tweeling, weegschaal en waterdraaier op 7 juni 24. Kom ons ontgin vandaag die dynamische energie van die kosmos en verken wat dit veer jou inhoudt. Omhels die winden van verandering, intellect en communicatie terwijl ons samen deur die lucht van inzicht en inspiratie reist. Zoals die maan oorgaan nakreef, wordt Yi aangemoedigd om die dieper emotionele stromen te verken wat onder jouw gewoonlijk winderige houding vloeit. Hier die maanplazing dring jou aan om op een meer intieme vlak te schakelen en koester die banden wat Yi deel met diegene wat naaste aan jou is. Die focus verschuift na die huis en familie en nooi jou uit om meer tijd in die gerief van jouw persoonlijke heiligdommen deur te brengen. Misschien betrokken te raken bij activiteiten wat een gevoel van veiligheid en behoort te bevorderen. Dit is een tijd om naar jouw emoties te luisteren en jouzelf te laten leiden door jouw innerlijke gevoelens, eerder als net logica. Denk naar oor jouw behoeftes en die behoeftes van diegene vier wie je omgee. Je kan vinden dat je meer ingesteld is op die emotionele klimaat rondom jou, in staat is om empathie en begrip in jouw interacties te bieden. Gebruik hier die tijdperk om zorg en ondersteuning via jouw geliefdes uit te spreken, wat die emotionele diepte van jouw verhoudings verbetert. Die kankermaan verbetert ook jouw intuïtie. Zo let op enige maaggevoelens of emotionele inzichten wat ontstaan. Aangrip hier die geleendheid om jouw intellectuele streven te balanceren met oprechte verbindings, wat jouw emotionele intelligentie en jouw persoonlijke. Terwijl die maan in kanker kruip, roer dit jouw tweede huis van hulpbronnen en waardes en dring aan op een reflexieve blik op wat werkelijk veer jouw securiteit en vertroosting biedt. Hier die transito beklemtoon emotionele eerder als materiële rijkdom en moedig jou aan om jouw verhoudings en bezittings door een emotionele lens te evalueren. Dit is een ideale tijd om met familie of goede vrienden te schakelen. Misschien deur een klein bijeenkomst bij die huis aan te bieden. Omhels hier die koesterende energie om jouw gevoel van behoort en stabiliteit te versterken, wat op saai beurt jouw vertrouwen in andere areas van die leven kan verbeteren. Met die maan in kanker, wat jouw tiende huis van loopbaan en openbare beeld beïnvloedt, draai jouw aandacht na jouw emotionele verbintenissen met collega's en jouw werksomgeving. Hier die tijdperk nooi jou uit om te oorwegen hoe jouw professionele leven in lin is met jouw persoonlijke behoeftes, veersecuriteit en emotionele welstand. Dit is dalktijd om jouw loopbaanpad te koesteren met diezelfde zorg wat je hier aan een hechte verhouding zou geven, om te verzekeren dat dit jouw algehele geluk en gemak ondersteunt. Gebruik hier die tijd om gezonde werkplekverhoudings te bevorderen en oorweeg of jouw professionele doelwitten werkelijk jouw innerlijke behoeftes bevredigen. Die kankermaan verlicht jouw zesde huis van dagelijkse routines en gezondheid en beklemtoon die behoefte aan emotionele welstand in jouw alledaagse leven. Hier die vervoer moedigt jou aan om te oorweeg hoe jouw dagelijkse gewoontes jouw emotionele gezondheid ondersteunen. Stel routines bekend wat jouw lichaam en ziel koester, zoals om jouw dag met meditatie te beginnen of tijd af te staan om met geliefdes te schakelen. Denk na over jouw werk-leven-balans en maak aanpassings wat meer persoonlijke tijd mondelijk maakt. En verzeker dat je net zoveel omgeeft via jouw geestelijke en emotionele gezondheid